Agil Etemari, de derde keeper van FC Groningen, gaat per direct naar Iran. Etemari, geboren in de Iraanse hoofdstad Teheran, maakt de overstap naar Sazi FC, een club in de tweede stad van Iran, Tabriz. In Iran uh, hebben ze een beetje een en uh, ze hebben me altijd in de gaten gehouden. Het uh, is een club die een keeper nodig had en die heeft zich zo gemeld bij FC Groningen en zo is het balletje gaan rollen. En welke club is het? Sazi uh, FC. Wat voor club is het? Want ja, hier is het natuurlijk niet zo bekend. Nee, klopt. Uh, het is een hele grote club. Een van de grootste van Iran. En uh, ze spelen ook in de Champions League van Azië. Um, ja, thuiswedstrijden rond de 70.000 80 80.000 man. Uh, ja, dat is mooi. Oh, wat een ervaring? Ja, stop. Een uh, droomtransfer, zo, zo kan je het noemen. Etemari is een van de twee keepers in Europa met een Iraans paspoort. Alleen zij mogen ook keepen in Iran. Een doelman met ervaring in Europa is aantrekkelijk voor clubs in Iran, omdat het keepersniveau in het land niet hoog is. Hoe is het om daar weer heen te gaan? Ja, het is een dubbel gevoel, want ik had hier heel erg naar mijn zin. Vanaf dag één ben ik goed opgevangen door de jongens. Maar het is ook wel een jongensdroom om daar te voetballen.